komen op pad. Op pad in de ether, zou je bedoelen. Want ik ben bij Roy. En Roy, die heeft een heel mooi iets. Of niet, Roy? Zeker. Altijd mooi, hè. Ik ben plaatjes rijden en ja, een beetje hobby. Heb je dat altijd gedaan, Roy? Nou, verschenen, Jorn, ja. Ja, denk vanaf van mijn kleinste van al. En maar ik ken u als Roy, maar wat is uw naam? Want doet dit die piraten nog altijd? Die draait toch onder een naam die ze niet zo goed kunnen vangen? Nee, ik ben de kleine mus. Sven, de kleine mus. Nou, jongens, de kleine mus. Ja, kijk, als ze me dan zien, dan denken ze dat is hem niet. Niet? Nee. En ik wil me graag piraat voelen. Ja. Want dat is een apart gevoel, of niet? Ja, een apart gevoel. Het is wel een mooi gevoel, hè. Beetje in de eten zitten en zoiets een beetje, omdat de eten niet meer allemaal kan doen op internet. Jullie draaien ook internet? Ja, op internet en af en toe nog een keer een sender die aan de band. Ja. Dat zit er wel in, hè, zo stiekem, hè. Ja. Roy, nou weet ik dat je nog niet zo lang alleen getrouwd bent. Dat klopt, ja. Daar waren je ook bij, hè. En wat vindt uw vrouwen nou dat hij zei van die kamer is van mij, die ga ik weer bouwen? Nou ja, ze zeggen als de trouwjurk hier mag staan. Ja, vanavond is je erin moet, maar... Normaal staat hij hier wel. Normaal staat hij hier, ja. En Old zijn net zo veel van dit feest als jullie? Als er net zo veel van Old weet ik niet, maar het moet wel. Want het is een feest, hè? Want wat draait jullie onder? Wij draaien onder de Varia FM.nl. Varia FM.nl. Ja, moet kijken jongens. Ja, die man die is drak. Die heeft gewoon hartstikke drak. Maar dat hindert niks. Want hij moet door tussendeur en telefoontjes en alles komt er bij tussen. Wat kost u dit nou? Poeh, dat wil ik niet weten. En dat moet niet te veel over nadenken. Kun je er een nieuwe fietsen voor aan? Ja, een nieuwe fietsen, een nieuwe auto, ja. Dat is mogelijk. Dus het is niet zomaar in iets wat wij zegt van nou dat pakken we hem op, dan gaan we hem mee aan de gang. Zo werkt het toch echt niet? Ja, het kan natuurlijk goedkoper, maar als ik alles bij elkaar optellen, ja, goed, dan kunnen we mooi verkopen. Ja, appeltje voor de dorst, hè? Ja, nou ja, maar het is gewoon ook iets wat hij zegt van dit is mijn hobby. En hier kan ik eigenlijk alles in kwijt. Want als hij die microfoon voor u hebt, ik wacht er zo hem af. Want dan gaan we dat in midlusten. Maar als je die microfoon voor u hebt, dan ben je een heel andere Roy. Toch? Ja, goed, dan schuilt de piraat in jou, hè. En dan doe je zo 10 ogen dicht en zo. En dan zeg je, ik ben Roy, de piraat. Ja, kijk, daar zit mijn buurman, was het hier, door. Kijk, en dan drijven we ook samen met. En dan drijven we zonder de buurman. Dan zeggen we, aai je toe, hè. Aai je wat? Aai je toe. Wat is dat? Ja. Ik weet niet, hoor. Je moet toch wat zeggen, ja. Aan je toe? Aan je toe. Direct nog nooit van het. Direct nog nooit van het. Bert, wat betekent dat? Ik ken niet de buurman, nee. Nee, ik ken de buurman, die. Alleen op de pleister. Op de pleister ken ik hem wel. Maar aan je toe, is dat iets wat zij zelf steeds tegen elkaar zegt? Ja, bij buurman zegt ze aan je toe. Nou ja, en ze noemt ons ook altijd buurman. En ja. Nou ja, dat is ook echt, dat is ook wel te zien, hoor. Jawel, hè? Jawel. Dat past ook echt wel, buurman. Ja, we maken van alles met. Hoe vaak draai je nou als buurman? Nou, eigenlijk al probeert 1 keer in de week, 2 keer in de week. Ja. En dan af en toe nog een keer extra natuurlijk, hè. En hoe vaak draait jullie onder Varia FM? Zwemdagen in de week, 24 uur per dag. U toevullen van dit soort installaties bestiet dan Varia FM? We zijn mijn man af 18, 19. Kijk, dat proberen wij een beetje met elkaar de week op te vullen. Ach, en dat lukt aardig. En hoe werkt dat dan? Jullie huurt dan een bepaalde frequentie of een bepaalde ruimte? Ja, we hebben een streamserver lopen in Barendrecht. En daar sturen wij hen vanaf hier. En die zetten weer op de Varia FM stream. En dan kan je luisteren op de computer of op de telefoon of op de internetradio, zeg maar. En daar doet jullie een kleine bijdrage bij? Daar leggen we met elkaar een paar euro bij in de maand voor de rechten en voor alles. Kijk, en dan proberen wij... Dat zal het minste niet kosten?
Nee, dat kost meestal niet. En bekeuring heb ik meer kwijt. Maar die krijg je nog niet? Als het goed is niet. Want dit mag. Geen probleem. Dus dit krijg je nog niet. Roy, laat me nou eens zien hoe dit werkt. Vertel me nou eens even wat hij doet, want dat vinden mensen wel mooi. Ja, wat doen wij? Wij draaien wat plaatjes voor meestal Nederlandstalig en wat Engels. Waarin de piraten een beetje van Old en de luisteraars. Ja, dat doen wij eens een beetje. En dat kan van CD, van vinyl, vanaf de computer. Nou, dat wou ik net vragen, want je bent wel u de CD-generatie. Ja. Ik bedoel, de singletjes, de vinylplaten, dat was niet echt een ding. Ja, ik ben wat te laat geboren. En ik kan ook niks aan doen, maar ja, mijn vader was wat te laat. Dat was zomaar zeng. En dat hij nou zo op lest dat hij hier zegt van, ik wil dat soort plaatjes, wil ik wel hem. Ja, hij luisterde er altijd al naar en met de cameraman er al. En ja, dan ga je het wel proberen, hè. En dan zit je op de basisschool en dan denk je, ach, een paar plaatjes erin op de woensdagmiddag. En dan heb je een klein zendertje, een babyfoontje eerst. Daar ben ik mee begonnen. Als mijn vader moe weer aankwam, dan ging het dak eraan weer dicht en babyfoon weer naar binnen. En dan kwam de straat uit, dat was lachen, ja. Dat was mooi. Maar toen draaide je ook met kilowatts, maar dat doe je nou niet meer, denk ik. Nee, eerder, ja, op het begin draaiden we met 300 milliwatt. En toen kregen we later BLE 89, nou ja, een beetje meer. Ja, oh, wacht even, dan, wat is dat, een BLE 89? Ja, dat is een eentrapje erachter. Kijk, en dan krijg je iets meer vermogen en dan kon je iets verder als het goed is. Maar ze hadden ook altijd over, ja, ik weet het niet, ik gooi zomaar wat, MOSFETs. Nou ja, een BLE 89 was een MOSFET. Kijk, dat begreep ik wel. Maar dat andere, dat snap ik niet. Maar dat is nu helemaal de weg. Ja, via de Varia wel. Ja. We hebben hier nog wel een mastig getoestaan. Ik heb de zender ook nog maar klaarstaan. Via de kleine mus. Ja, en dan kan hem zo aanzetten. Maar ja, de vrouw zegt ook, dat is niet echt meer mooi meer, zeg maar. Dus die hebben wel invloed? Weet je wel. Ja, nou, ik heb wel een aantal bekeuringen gehad. En, ja. Wat moet je dan? Bent die duur of kun je dan een keer fout parkeren? Heel vaak fout parkeren. Heel vaak, hè? Alle dank van Jova. Dat is wel een buldergeld. Een buldergeld, ja. Ja. Kun je beter investeren in doen. Ja. En met hoeveel jongens doet jullie dit nog? 18, zeg je net? Ja. Ie zit hier, maar die zit hier alleen. Ik zit hier, ja. 18. Komt ze allemaal zo langs de deuren en dan gaat ze hier zitten? Nee, niet allemaal tegelijk, hè. Af en toe komen ze zien. Kijk, Willem die komt wel eens aanwaaien en Bert die komt wel vaak aanwaaien. Ach, zo ben je wel meer. Michel wel. En ja. Ach, ja. Gezelligheid en dan drijven van platen met elkaar. Dat moet je een beetje mee doen. Wat is het mooiste wat u kan overkomen uit dit werk doet? Een beeld en reacties. Het mooiste. En dan eerder met de zender, zo ver mogelijk wegkwamen. Met een klein vermogen. Dat was mooi. Wanneer draait jullie? Ik draai altijd maandag soms. Samen met Willem om en hem. De ene week Willem vanuit Neemasco. En de andere week kijk ik vanuit Nederland. Dus dan door naartoe? Ja. En dan hier naartoe? Ja, we wisselen het af en toe. Eén keer in de 14 dagen, dan draait wij. En dan draait jullie van? Ja, nou, meestal een uur of 7 tot een uur of 11. Allemaal reageren de volgende keer. Dat je helemaal geen titel of een plaatje bent te draaien. Rammen dat ding. Gewoon doen. Voor één keer vind je dat vast wel leuk. Dan is hier een assistent nodig. Ja, en dan kijk ik Willem, hè. En mijn assistenten hebben we hier vaak wel, hè. Dat gebrek. Ja? Ja, dat... later dan wordt het wat moeilijker, maar... op het begin wilde het altijd nog wel, hè. Nou, doe me nou eens verder als hij dat doet... Aïne de groeten doet via de radio. Doe maar aan mijn zoon, die is vandaag jarig. Eswin is vandaag jarig. Gooi dat eens even in de eter. Nou, zullen we eens even de microfoon erbij pakken? Een beetje een andere microfoon als hij hebt, maar... Oké, Eswin, ook in de felicitaties vanuit deze studio en luister ook maar mee, ja. Is goed over dan, weet je. Ik vind die ruimte ertussen, tussen praten. Is dat typisch iets van een edelpiraat, dat? Welke ruimte? Weet je wat zachter? In de muziek? Nou ja, je doet de muziek wat doet, maar je praat ook. Eswin, van deze kant. Zo, dat er. Ja. Is dat Ede Piraat Prot? Oh, ik weet niet of dat echt Ede Piraat Prot is, maar... Ik hoor het wel heel vaak. Ja, ja. Moet je een beetje nadenken tussen deuren.
Dat is het. Het is het nadenken wat zo langzamerhand een beetje moeilijk wordt. Ja. Goed, Roy, ik geef voor hem de ruimte. Doe eens een oproep. En wat wil je graag hem? Ja, wat wilden wij graag hem? We wilden graag wel luisteraars hebben op de Varia. En ja, hoop dat we een beetje, de luisteraars een beetje plezier kunnen doen met wat mooie muziek. Wat Nederlandstalig en wat, ja, wat Engels en wat polka's. En, ze kunnen natuurlijk altijd kan het ook op de telefoon? Dat kan ook op de telefoon, ja. We zijn bezig met een app te maken, dat je kunt downloaden op de telefoon en dan kun je hem zo afspelen, zeg maar. En wanneer is die ongeveer klaar? Ik hoop eigenlijk aan het einde van dit jaar wel. Dat is niet zo heel lang meer, maar door al de drukte, ja, komt toch wel dat... Dat bedoel ik. Ja, net in voor de kerst eigenlijk zo mooi winnen. Dat zou heel mooi winnen. Ja. Hey kerel, we zijn tot afrond. Ik vind het zo geweldig mooi hoe hij dit in elkaar draait en hoe als het zo is. En ik hoop dat hij een heleboel de luisteraars erbij hebt. Ja, dat hopen wij ook. Ja. En ja, ook de luisteraars, kijk, het ging niet om een aantal luisteraars, maar de luisteraars waren een keer reageert en ja, wat de passie heeft met dezelfde muzieksmaak. Kun je dat ook zien die als reageert via de computer, via app of via dat systeem? Ja, ik kreeg natuurlijk gewoon een sms'je en WhatsAppje binnen, dat wel. Ik kan ook een mailtje sturen, maar ja, daar kijk ik niet zo heel vaak op. Met niet doen, niet doen, geen mailtje sturen, niet, nee. Echt niet aan begonnen, want dat lees ik toch niet. Ah, ik lees het wel, maar een sms'je en WhatsApp heb je iets sneller. Kijk, zo net belde er ook wel in, dan kijk, dat is, ja. Wat is het nummer dan, waar als ze naartoe moet bellen? Ja, maar als ik aan het trainen ben, is het 06 en dan 40-04-04-54. Maar ja, dat weet je erin aans. En bij Willem? Oh, dat kan ik zo niet zeggen. Ah, hey, kom op, kom op. Nee, dat weet ik niet zo. Kijk, dat werd Willem, hè. 06-29-417-369. Allemaal begrepen? Allemaal begrepen? Zo niet, spul het filmpje hem terug. Kun je nog een keer horen. En dan smalen soms die knappen me en bellen. Roy, ik wil u hartstikke bedanken voor deze tijd. En voor de vrijheid die ik hier al heb. Ja, je ook bedankt. En kom dat je een paar keer luisteren. Hé hey Volkie, kom maar op pad. Gezellig hè? Wij maken een heleboel filmpjes. Overal in de gemeente Hogeveen. En wat het maar leuk is, heb je suggesties of mooie ideeën, schrijf ons in. Hieronder staat het e-mailadres. En als je onze filmpjes leuk vindt, hier staat het abonneren. En abonneer u dan op onze filmpjes. Koopman op pad. Een wekelijkse rubriek met altijd een beetje muziek.